Het weerhaantje van de gereformeerde kerk in het Friese dorpje Garijp is al sinds enige tijd niet meer in beweging te krijgen. Vandaag zal de SAR proberen het haantje van de toren te halen, zodat die gerepareerd kan worden. Heel Garijp is uitgelopen. Politie en brandweer proberen het publiek op afstand te houden, want de rondtollende rotors van de heli veroorzaken flinke windvlagen. Dat noemt men de downwash van de helikopter. Net op het moment dat er een hevige regenbui losbarst, gaat de actie van start. De ervaren redder Jan Huizinga laat zich langzaam uit de helikopter zakken. En dan gaat er iets fout. Huizinga heeft de haan nog niet vast of hij laat hem direct met een schok weer los. Even hangt hij dizzy tussen hemel en aarde. De mensen beneden begrijpen er niets van. Waarom komt de helikopter nu alweer terug? Bemanningslid Nol Breukel legt het even later uit. Het weer zit even tegen. Dus dan gaat het straks nog een keer. We moeten wachten tot de bui voorbij is. We laden namelijk elektriciteit op. En dan ben je gewoon puntlast boven. En een paar duizend volt, dat is niet zo prettig. Dus we wachten nog even af. Jan Huizinga moet even bijkomen van de schok. Zijn collega's stellen de omstanders op de hoogte. Voordat hij die haan vastpakt en boem, ja. Wacht daar even. Nou. Het is wat vervelend, maar het is even niet anders. Die bui komt er nu aan. Het zijn treft het, want we hebben de koffie klaar. Ja, het zijn twee grote buien, dus ja, het is allemaal een half uurtje. Er is koffie om moed te verzamelen voor een tweede poging. Intussen schuilen de inwoners van Garijp binnen in de kerk. Het is eindelijk droog en de helmen gaan weer op. Voor de tweede maal hangt de kist in zijn positie boven de kerktoren. Jan Huizinga zal zich er nu eerst met een draad van vergewissen dat er geen statische elektriciteit meer vrijkomt. De haan is nu wel vast te pakken, maar hij zit muurvast. Door flink te wrikken krijgt Huizinga de haan uiteindelijk los. Hoist-operator Nol Breukel, die de lier bedient waaraan Huizinga hangt, takelt hem naar boven. Ook op de grond is duidelijk sprake van opluchting. Onder toeziend oog van de schrijvende pers en de regionale televisie draagt Jan Huizinga de vastgeroeste weerhaan over aan de technische dienst van de gereformeerde kerk. Zo, een flinke lik olie en hij draait weer gesmeerd. Omroep Friesland volgt de actie op de voet. Bij de inwoners van Garijp kan de SAR in ieder geval niet meer stuk. Nou, geweldig voor, dat ze dat voor ons willen doen ook. Ja. Zo, voor een kopje koffie en een stukje gebakken haan van de toren en er weer opzetten. Ja. Zo. Ja, geweldige prestatie. Ja. Ja. En als ze weer in nood zitten, dan roepen ze natuurlijk weer. Ja. Inmiddels is de weerhaan gerepareerd en stijgt de helikopter op voor het gevaarlijkste deel van de operatie. Omdat Jan Huizinga naar de torenspits moet afdalen met de zware weerhaan in zijn armen, heeft hij alleen zijn voeten om contact te maken met de kerktoren. De heli moet daarom doodstil blijven hangen, vlak boven de spits. Eén stuurmansfout en de gevolgen zijn niet te overzien. Maar het teamwork tussen de piloten, hoist-operator Nol Breukel en Jan Huizinga verloopt perfect. De haan zit weer op zijn plek en draait als van ouds met alle winden mee. Jan Huizinga groet Garijp vanuit de lucht. De klus zit erop. Dominee Groeneveld heeft de actie ademloos gevolgd. Hij is zeer tevreden met het resultaat. Omdat hij dus vast zat, dat haantje is zo moe geweest van al dat kraaien, hè, om ons, die maar steeds niet doen wat de heer zegt, dan begint hij te kraaien natuurlijk, hè, dat we hem niet kennen. Dus ik denk, misschien is hij daarom zo moe geworden, maar de andere denkt, nee, dat is niet goed de uitleg. Want nu is hij, toen hij eraf was,
alles vroeger eigenlijk kon mij hoort op die toren. He? Alles vroeg erom. Maar dan moet je eens kijken, nou schijnt de zon, het licht is teruggekeerd. Hartstikke mooi toch? He? Zo'n gevoel heb ik tenminste.